Ik ben begonnen met atletiek toen ik 6,5 jaar was. En in de jeugd waren dat vooral alle disciplines eigenlijk. En dan vanaf 12 jaar kon je dan een specialiteit kiezen. En dan heb ik voor de halve lange afstand gekozen. Ik was heel veel geblesseerd. Waarom zou ik het niet gewoon proberen in het wielrennen? Omdat als ik geblesseerd was, deed ik al alternatieve trainingen op de fiets. Ik ben begonnen met enkele veldritten te doen. Maar dat was heel moeilijk. Vooral op techniek. En dan in maart heb ik mijn eerste wegkoers gereden. Daar train ik onder Lieselotte Croix. En zo heb ik dan, ben ik in contact gekomen met Lotte Soudal. In 2018 ga ik mij vooral focussen op de klimwedstrijden.